Hi allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik wel een beetje een vreemd dingetje laat zien. Dit is voor je lippen. Het belooft te zorgen voor vollere lippen. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om je lippen voller te doen, laten lijken. Ik bedoel, heel veel vrouwen die dromen toch wel een beetje van mooie, zwoele, volle, sexy lippen. Ik ook. Maar je wil dan niet altijd dat er injecties of zo aan te pas komen. Dat is ook natuurlijk een dure hobby. Je kunt natuurlijk op allerlei manieren vollere lippen creëren. Vooral met make-up. Je kunt buiten je lijntjes tekenen en zo. Maar dit schijnt, laatste tijd lees ik steeds meer in Beautyland over dingetjes die dus je lippen vergroten. Waaronder deze. Ik heb deze besteld op Marktplaats. Ik dacht, ik kan hem verkeerd om. Zo. Ik dacht, weet je wat, ik ga het voor de site proberen. Ik was zelf ook wel heel erg nieuwsgierig. Nou zijn er ondertussen andere dingetjes in Nederland. Die noemen ze geloof ik Full Lips of zo. Dat is een veel kleiner dingetje. En die schijnen sowieso effectief te zijn. Volgens mij is het effectiever dan deze. Waarmee je dus een aantal uur volle lippen hebt. Maar ik wilde het bestellen bij Boozy Shop. En het was dus al uitverkocht. Dus daar ga ik zeker nog een video van maken. Dus dat komt er nog aan. Zodra het daar weer op voorraad is, bestel ik het. En dan laat ik het jullie sowieso ook nog zien. Want ik wilde het eigenlijk tegelijk doen. Maar ja, dat wordt hem dan niet helemaal als het op is. Maar dit ding dus. Nou, het ziet er misschien wel een beetje raar uit. Mespomp heet het. Achterop staan helemaal de instructies. Het komt er dus op neer. Dat je als eerste een lipbalsem moet opdoen. En dan je mond dat ding op een bepaalde manier plaatsen. Even kijken. De lucht geloof ik. Lucht uitblazen. En dan pompen met dat ding. En dat moet je dan een paar keer doen. En dan mag je 3 tot 4 keer per dag. Nee, de eerste week. Even kijken. Je mag het de eerste weken maar 2 weken maar 2 keer per dag doen. Ja, je kunt het wel gewoon een paar keer achter elkaar doen. En na 2 weken mag je het 3 tot 4 keer per week doen. En na 1 maand, even kijken, mag je het vaker doen. Maar je mag het nooit langer achter elkaar doen, dat pompen, dan 2 minuten. Nou, ik heb het apparaatje wel al bekeken. Maar ik heb het nog niet geprobeerd, omdat ik dacht van, dat is leuker om dat tegelijk gewoon met jullie te doen. Nou, het ziet er dus zo uit. Het is best wel een heel ding. Oké. Zo. En dan moet je dit dan natuurlijk zo op je mond zetten. Ik doe het niet goed. Zo op je mond zetten. Lucht uitblazen en dan moet je dat ding pompen. Maar ik ga eerst even mijn lippen verzorgen met een lipbalsem. Dat staat natuurlijk op de instructie. En ik moet zeggen, ik ben heel erg benieuwd of het nou ook echt werkt. Want er zijn natuurlijk lipvergrotende lipglosses, heb ik. Ik zou best wel wat vollere lippen willen hoor. Maar dan niet meteen met injecties. Zo, ik heb hier een spiegeltje. Ik ben zo benieuwd, jongens. Even kijken. Nou, ik ga het maar gewoon proberen. Ik ga gewoon beginnen. Het zal wel belachelijk uitzien als ik het doe. Je moet dus eerst lucht uitblazen als je dit ding op je mond hebt. En dan diep inhaleren. En dan dus pompen. Sorry dat ik moet lachen. Ik kan mezelf niet serieus nemen op dit moment. Maar ik ga het nog een keer doen. Ik zie natuurlijk nu geen verschil. Het ging niet helemaal goed. Ik vind het lastig om te zien. Ik heb niet het idee dat nou echt mijn lippen al groter zijn. Eerlijk gezegd weet ik niet zo heel goed wat ik hiervan moet vinden. Ik vind het, ik had het effect eigenlijk iets spectaculairder verwacht. Bij wat ik al zei, dat andere dingetje, die Full Lips, ziet het effect er ook veel spectaculairder uit. Ze zijn wel wat groter, maar ja, dat ik nou denk van, wow. Nou, ik ga nu gewoon mijn lippen stiften kleuren zoals ik ze eigenlijk altijd doe. Ik gebruik daarvoor dit MAC potlood in de kleur Lip Pencil in de kleur Soar. Een van mijn lievelings lippotloden. MUZIEK.
teken sowieso altijd wel net iets buiten de lijntjes. En nu doe ik er een lipstick overheen. Dat is deze van MAC in de kleur Rose Lily. En die dep ik er eigenlijk zo. En als laatste breng ik dan een lipgloss aan. En dat is deze van Color Your Smile. Of tegenwoordig heet het Girard Cosmetics. Dit is de kleur Pink Tiara. En die breng ik eigenlijk alleen een beetje in het midden van mijn lippen aan. Zo ja, komt de glans zeg maar hier en hierboven. En dan lijken ze optisch sowieso ook voller. Eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk best wel een teleurstelling, dit ding. Zou ik het nog een keer kopen? Nee. Ik heb hem op Marktplaats gekocht voor best veel geld. 30, 35 euro. Ik vind het geld absoluut niet waard. Wat ik al zeg, de Full Lips, daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Daar heb ik ook hele goede filmpjes van gezien. Dus zodra het er is, ga ik het jullie meteen ook in een video laten zien. Het zal er vast minder belachelijk uitzien dan dit. Ik vind het eigenlijk wel een beetje een flop. Ik bedoel, als jullie me zo zien, volgens mij zie je nu al niks meer. Het is momenteel sowieso al een beetje een upcoming trend hier. In Amerika was het al, maar hier begint dat nou ook een beetje te komen van die producten die dan voor een aantal uur je lippen vergroten. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet de duimpjes omhoog te doen als je dit een leuke video vond. Of misschien vind je het ook wel een belachelijke video. Zou ik het natuurlijk ook leuk vinden als je duimpjes omhoog doet. Dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne dag. En oh ja, ik ben ook benieuwd naar jullie mening. Zou je zoiets proberen? Zou je zoiets kopen? Ja goed, nu heb je dit al gezien dat het dan een beetje een flop is. Maar was je misschien ook al nieuwsgierig naar dit soort dingetjes die nou momenteel wel een hype zijn? Dan laat het me vooral weten hieronder in de comments of ga even naar de website glamouristicgirl.nl. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Bedankt daarvoor en ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doeg!